Justitieminister Eugène van der Sand heeft gisteren het mediateam Korps Politie Suriname geïnstalleerd. Het initiatief voor dit team is genomen nadat de Politiebond het vertrouwen in korpschef Agnes Daniel heeft opgezegd. Het team heeft tot taak het adviseren van de minister in zaken oplossingsmodellen voor de ontstaande onvrede, demotivatie en het opgezegd vertrouwen in de korpsleiding. Verder het bereiken van een gezonde en productieve arbeidsorganisatie in het belang van de Republiek Suriname. Ook het inventariseren van knelpunten en vraagstukken bij het KPS, welke hebben geleid tot de huidige situatie, behoren tot de taken van dit media, mediation team. Het team is voor een duur van twee weken en dat is tot 31 mei 2017 geïnstalleerd. De voorzitter is staatsadviseur Jules Weidenbos. Hij wordt bijgestaan door Sharmila Kaladin Mansaram en Erik Sinester. Dit team zal hearings houden bij zowel het uitvoerend als het technisch administratief personeel. Verder zal het mediation team alle beschikbare documenten inhoudende de taakstelling en de administratieve organisatie van het KPS bestuderen. Tot slot zullen er gesprekken gevoerd worden bij de leiding van het KPS. En de vakbond. De minister hoopt dat het team binnen de vastgestelde tijd het werk zal afronden.